Zeewolde Business TV. Vanavond, 7 januari aanwezig op de verkiezingsavond van de verkiezing van de ondernemer van het jaar 2016. Georganiseerd door de bedrijfskring Zeewolde. Volle bak hier in de verbeelding. We gaan naar binnen om eens even met de mensen te praten wat zij vanavond denken dat het gaat worden. Spannend weer, hè? Ja, ik ben heel erg benieuwd wie het gaat worden. Met name ook omdat die persoon of die onderneming gaat ons vertegenwoordigen bij het Flevo Penningen Gala. En daar zien we natuurlijk naar uit, want we willen niet alleen de beste van Zeewolde hebben, maar ook de beste van Flevoland. Wat gaat het worden, denk je? Dit jaar? Ja, voor mij wordt het een fantastisch jaar. Ja, want ik denk dat ik eindelijk mijn project in Dronten, dat nu een keer boven de grond komt. En dan zou ik zeggen, op 77-jarige leeftijd, nog zo'n mooi project uit de grond stampen. Ik doe het ervoor. Hartstikke goed, goed gedaan, houden zo. Wie wordt het vanavond, denk je? Ik heb het idee dat Condor een hele goede kans maakt. Ik hoor Condor, we noteren Condor voor Harm Gersen, dankjewel. Ineke van JWB, Ineke Bijvang. Spannend, hè? Ja, spannend. Nou, gestrest. Nou, stress is te groot woord, maar het is wel een spanning. Het was leuk om genomineerd te zijn, maar dan wil je uiteindelijk toch winnen. Spannend? Ja, heel spannend. Ik ben ook heel benieuwd. Heel benieuwd, nieuwsgierig. We zullen het zo meteen... Een volle bak, wat moet u goed doen? Ja, nee, het is buitengewoon. Het is ontzettend leuk om al deze ondernemers zo bij elkaar te zien en te ontmoeten. De waarheid gebiedt mij wel te zeggen dat ik ook een belangrijke reden om hier naartoe te komen is dat mijn dochter zingt. En dat vind ik erg leuk om ook even mee te maken. En hier staat ze dan, Naomi. Hé, hey, volle bak, hè? Leuk, hè? Ja, hartstikke leuk. Het is heel leuk om weer terug te zijn in Zeewolde voor dit soort evenementen. Volle bak, moet je goed doen. Ja hoor, prima. Ze had goede sfeer, gezellig. Komt helemaal goed. Ja hoor. Nou, we zijn heel benieuwd wat dat gaat worden. Je gaat natuurlijk niks zeggen, want je weet het zelf ook nog niet waarschijnlijk. Ik weet het zelf ook nog niet. Nee, dus het blijft ook voor iedereen een verrassing, ook voor mij. Voorafgaand aan de bekendmaking ondernemer van het jaar 2016 nam vicevoorzitter Rick Dijkstra van bedrijfskring Zeewolde het woord. Wat denkt u bijvoorbeeld ook eens aan om samen met collega-ondernemers projecten op te pakken voor Vliegveld Lelystad, de Floriade of onze eigen gemeente? Je bent zo klein als je denkt dat je bent en samen ben je opeens een stuk groter. Aansluitend was het burgemeester Gerrit-Jan Gorter die traditiegetrouwde ondernemers een succesvol jaar toewenste. U allen wens ik een economisch voorspoedig 2016... En de BKZ in het bijzonder, zeker nu met de bijdrage van de gemeente aan nieuwe bedrijven, waardoor die 200 leden steeds meer in zicht komen. Ik dank u wel. De winnaar. Ja, de winnaar van dit jaar scoorde bijna op alle gestelde criteria het hoogst. Na het doornemen van het juryrapport was het aan Martine Kruider van de Oude Biep om de ondernemer van het jaar 2016 bekend te maken. De onderneming van 2016 is Condor. Van harte gefeliciteerd. Ja, we zijn nogmaals, we zijn heel erg trots hè, dat we dit gedaan hebben. Ja, Jaap. Ja. Dit is een teamwork. Hè, dat is onze slogan ook. Teamwork samen met de mensen en samen met onze leveranciers, onze klanten. Kun je dit alleen maar bereiken. Een dijk van een winnaar, denk ik, hè? Absoluut. Ik denk dat de drie genomineerde bedrijven echt een mooie weerslag waren van het Zeewolde bedrijfsleven. Er zat van alles bij. Maar deze winnaar, daar zijn we inderdaad heel erg blij mee. En ik denk ook dat het straks op de Flevo Penningen Gala ook gewoon goed zal doen. Ja, genomineerd zijn is al heel wat, maar je winnen had nog mooier geweest, hè? Dat was natuurlijk leuk, tuurlijk. Een beetje teleurgesteld ben je, maar het zat er dik in. We hadden echt heel erg rekening mee gehouden. Condor is een grote partij. Goede partijen hebben ook iets moois neergezet. Dus ik denk dat wij ook een terechte winnaar geweest zouden zijn. Maar ik vind hen ook een volkomen terechte winnaar. Dus daar heb je vrede mee. Ja. Ik heb gehoord dat alle drie boegbeelden voor Zeewolde zijn, van Zeewolde zijn. En daar schaart Consensa zich nu ook in dat rijtje. Dat moet toch een kroon zijn? Nou ja, daar zijn we ook hartstikke trots op. Daar zijn we ook heel trots op. Klopt.